bij Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een naked unboxing. Ik doe dit ongeveer iedere maand en dan mag ik ongeveer 300 en 400 euro bestellen bij Naked. En dat ga ik lekker laten zien in deze video. Ik heb een beetje gekeken naar herfstitems, dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Ik heb weer allemaal leuke items mogen bestellen. Alle linkjes staan in de beschrijving. Ook de kortingscode kan je natuurlijk gebruiken. En die staat ook in de beschrijving. Dus we gaan maar lekker snel beginnen. Ja, voordat er vragen komen. Deze trouwens ook van Naked. Dus ja, ik vind dit gewoon heel erg leuk om te dragen. En dit doet me ook gewoon heel erg denken aan de herfst. Als eerste heb ik een superleuk blouseje in de maat 36. Ik ga hem even openmaken. Als eerste kwaliteit voelt echt super goed aan. En het is dus zo'n soort blousejurkje. En wat ik gewoon echt heel erg leuk vind, is om daar een spencer overheen te dragen. Of zo'n jasje, zo'n giletje. En dat doet me gewoon echt heel erg denken aan de herfst. Dus dit is echt gewoon een jurkje, een blousejurkje. En in het midden is die ook wat meer getailleerd. Dus ik denk dat dat wel heel erg mooi is. En ik heb hem in de maat 36. En ik kan echt niet wachten om dit in de herfst te dragen. Maar ik zou hier dus wel altijd iets overheen doen. Oké, de witte blouse is echt perfect. Ik heb niet alle knoopjes dicht gedaan, want ik had daar even geen zin in. Ja, hij is heel simpel. Ik zal even laten zien hoe ik hem zou dragen. Persoonlijk zou ik hem dan zo dragen. Of met een stiletje. Gewoon iets eroverheen. Ja, ik heb het nu niet perfect aangedaan, maar dan zo. En dan met leuke laarzen eronder. Gewoon helemaal zo'n herfstoutfitje. Dan heb ik een item voor Eva besteld. En dit heeft zij gewoon zelf uitgekozen. En dit is ook een herfstitem. Dus ik dacht dat is wel heel erg leuk om even te laten zien. Het is namelijk deze hele leuke trui. De kwaliteit voelt weer echt top aan. Hele dikke stof. En deze heeft ze in de maatje S gekozen. En het heet dus Dusty Dark Pink. Het is een beetje een bruin roze rood kleurtje. Hele mooie herfstkleur. En hij heeft dus een beetje van die ballonmouwen. Echt super mooi. Dus deze ga ik weer terug doen en misschien kies ik hem zelf ook wel voor de volgende keer. Dan heb ik een heel leuk tasje gekozen. Namelijk dit leuke tasje. En hij heeft dus heel erg mooi met zilveren details, omdat ik alleen maar zilver draag. Er zit een beetje zo'n krokodillenprintje in, maar ik weet niet of je dat heel goed ziet. Kijk, en dan heeft hij gewoon zo'n hengsel dat je hem zo kan hangen. Heel erg leuk. Dan een item waar ik heel blij mee ben. Oh, ik dacht heel even dat het een ander was, maar met deze ben ik ook heel erg blij. Het is namelijk een heel leuk zwart jurkje. En het model van het jurkje vind ik heel erg mooi. Namelijk dat hij een beetje bij de onderkant een beetje getrapeerd is. Zodat ja, je niet alles een soort van ziet zitten. Ik ga mijn camera instellingen een klein beetje omlaag. Dus die heb ik gewoon in een mooie zwarte jurk. Heel erg leuk. Ik heb deze in een maatje. Welke maat heb ik deze? In een maat S. In de kleur zwart natuurlijk. Heel erg leuk jurkje. Maar ik denk dat je het in de aanbeelden wel wat beter ziet. Maar de stof voelt ook heel erg fijn aan. Ik heb deze ook in het blauw. Alleen in het blauw draag je natuurlijk gewoon wat minder vaak. Ik hoop dat ik het jurkje goed kan laten zien. Want ik heb nu even een witte BH eronder. Maar hij zit in ieder geval heel lekker. Ik vind dit heel mooi. Stof is fijn. En hij sluit gewoon echt heel nauwkeurig aan. Ja, je ziet het niet heel goed omdat het zwart is. Maar het is echt een heel leuk jurkje. Deze ga ik zeker vaker dragen. Nou, als je mijn weekvlogs kijkt, weet je misschien dat ik naar Curaçao ga. En ik dacht, ik moet toch nog een paar dingetjes voor Curaçao kopen. En ik vond dit jurkje er wel heel erg leuk uitzien. Het is daar natuurlijk echt super warm. Dus ik dacht gewoon een leuk luchtig jurkje. En ik vond dit patroontje wel heel erg leuk. Met hiervoor zo'n detail. Dus hij heeft gewoon van die spaghetti. Ja, hij heeft gewoon van die hele dunne touwtjes. Heel erg leuk. En het is gewoon een kort, simpel jurkje. Ik heb deze ook in een maatje. Welke maat heb ik hem? In een maatje 36. En dit is gewoon eigenlijk een heel leuk zomerjurkje. En daar kan je natuurlijk nooit genoeg van hebben. Want volgende zomer zal ik deze ook weer gewoon dragen. Dit is het jurkje. Je moet heel even deze bandjes wegdenken. Maar hij sluit echt super mooi aan. Hij zit heel erg lekker. Hij heeft aan de zijkant een rits waar je mee kan openmaken. De lengte is heel erg mooi. Het is gewoon eigenlijk een heel simpel jurkje. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Deze gaat zeker mee naar Curaçao. Ik vind ook de kleurtjes heel erg leuk. Dan een item waar ik heel blij mee ben. Dit is hem wel. Ik heb namelijk dit blouseje ook in het wit. En dat is echt mijn lievelingsblouseje. En toen ik zag
dat die ook weer in het zwart op voorraad was, dacht ik, ja, deze moet ik gewoon weer echt bestellen. Ik draag deze gewoon echt heel vaak. Hij zit echt perfect. Dit is gewoon het ideale blouseje. En ik heb nu ook zo'n giletje in het wit. En ik dacht gewoon, als ik dat er dan overheen doe, is gewoon echt heel leuk. Ik draag dat witte blouseje ook heel vaak met deze. En ja, gewoon echt een top blouseje. En hij is ook heel vaak in de sale, dus dan moet je hem echt zeker kopen. Maar dit is dus mijn lievelingsitem van Naked. Heel simpel eigenlijk, maar gewoon een heel leuk blouseje. En ik heb deze in een maatje 34, want hij valt best wel groot. Alles van Naked valt best groot. Nou, dit is mijn lievelingsblouseje. Hij is dus echt heel simpel, maar hij zit gewoon heel erg mooi en leuk. En ik zal heel even laten zien hoe ik het dan zou stylen. Nou, je kan dan bijvoorbeeld gewoon zo'n giletje eroverheen doen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Of iets anders. Je kan het natuurlijk ook gewoon losdragen. Heel erg leuk. Heel blij hiermee. En dan een leuke herfsttrui. Het is een beetje in een wit crème kleurtje. Volgens mij noemen ze hem off-white. Ik dacht wel dat hij helemaal wit zou zijn. Maar het is gewoon een hele simpele witte trui met van die ballonmouwen. Ik denk dat het eigenlijk dezelfde trui is als die trui die ik voor Eva heb gekozen. En deze heb ik in een maatje S. En ja, gewoon heel erg handig voor in de herfst en de winter. Daar kan je er gewoon nooit genoeg van hebben. En dit is echt zo'n gebreid stofje met een laag kooltrui. Dus dat vind ik heel erg leuk. Dus dat is deze. Dit is echt zo'n perfecte trui. Ik vind hem echt heerlijk zitten. Ik heb nu even een onhandige BH aan. Maar ik vind die mouwen heel erg leuk. Je kan dit ook nog zo dubbel vouwen. Ik zal even laten zien hoe ik het zou dragen. En je kan dan bijvoorbeeld natuurlijk deze eroverheen doen die ik net ook aan had. Heel erg leuk. Ik ben helemaal blij met deze outfit. Dan nog een wit topje. Dit shirtje zag ik ook in een Naked video van Esme. En ik vond deze wel heel erg leuk. Het is dus gewoon een wit shirtje. Zit hier nou een vlekje? Oh nee. En hij heeft dus een beetje van die, hoe noem je dit? Geen idee. Ik heb deze in een maatje S en het is gewoon een wit topje. En hij was van die, deze collectie is die. En daar hadden ze heel veel, ook met korte mouwen en echt hemdjes. Maar ik dacht, dit is wel heel erg leuk voor onder een blazer, omdat dit het dan toch een beetje anders maakt. Ik denk wel dat hij een klein beetje doorschijnt als ik het zo zie. Maar wel heel erg leuk. Ik heb het witte topje aan. Van ver af schijnt hij volgens mij niet heel... Ja, hij schijnt wel door. Maar ik heb er nu een witte BH onder. Dus misschien als je het zo doet, zie je het niet. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Zeker als je er gewoon een blazer overheen doet. En de stof voelt lekker zacht aan. Dus een super leuk topje. En dan nog een jurkje. Ik dacht ook wel leuk voor Curaçao. Deze was echt heel erg in de sale. En de stof voelt echt heel dik aan. Maar ik vond het gewoon een heel schattig jurkje. Even kijken. Dus dat is deze. Hij is dus een beetje wit met roze roosjes van die bloemetjes. En hij heeft dus aan de onderkant allemaal van die laagjes. Gewoon een heel schattig jurkje. Ik heb deze in een 36. Soft pink flower noemen ze hem. Heel erg leuk jurkje. Ik ben benieuwd hoe deze gaat staan. Maar ik dacht gewoon heel erg schattig voor een keertje uit eten in de avond op vakantie. Dit is het jurkje. Ik vind hem heel erg leuk. Hij schijnt dus helemaal niet door. Hij schijnt, ja, hij sluit gewoon heel erg mooi aan. En ik zal de camera iets omlaag doen. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Een hele leuke lengte. Ben hier echt super blij mee. Heel leuk jurkje. Zeker leuk voor Curaçao. Dus dit zijn alle items. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden dat ik een beetje laat zien hoe ik het stel. En dat ik iets meer over de items vertel. En als je het een leuke video vond, zou ik het heel leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!